Hallo allemaal, ik ben Thomas en vandaag doen we de volgende challenge. 100 mystery knoppen en slechts één laat mij ontsnappen. Ik moet plaatsnemen in een box vol met mystery knoppen. In totaal heb ik 100 opties om de knop te vinden die mij uiteindelijk laat ontsnappen. Maar ik moet niet de verkeerde keuze maken. Omdat ik elke week een challenge uitvoer, is het nu een keer tijd dat jullie een challenge gaan uitvoeren. Wil je nou heel graag een reactie van mij krijgen hier beneden in de comments, dan moet je het volgende doen. Druk allereerst op de abonneerbutton, vervolgens het belletje en doe natuurlijk eventjes een duimpje omhoog voor deze video. Bij de 20.000 duimpjes op deze video ga ik deze challenge nog een keer uitvoeren, maar dan samen met Rutger. Sorry Rut. Heb je alle drie deze dingen gedaan? Laat dan even een reactie achter hier beneden in de comments met challenge voltooid en dan krijg je een reactie van mij. De kans is heel erg groot dat je deze challenge eerder hebt zien langskomen in het binnenland en in het buitenland. Ik kreeg zoveel vragen of ik deze challenge ook wilde uitvoeren en het is jullie gelukt. Laten we dan nu plaats gaan nemen in deze onbreekbare box vol met mystery knoppen. Ik ben heel zenuwachtig. Dat kan ik me voorstellen, dat is helemaal terecht. Ja, jij bent mijn assistent vandaag, hè? Nou, meer je martelaar. Ja, zo is het eigenlijk wel, ja. Ik ga namelijk zo meteen hier plaatsnemen. En Rutger die staat boven de box en gaat alles hier erin gooien. Totdat je de juiste knop hebt gevonden natuurlijk. Ja, alle knoppen in de box zijn door Rutger ingesproken. Er zijn heel erg veel mogelijkheden, maar ik moet natuurlijk de juiste knop zien te vinden om uit de box te komen. En als je geluk hebt, ik heb een paar hintknoppen ook gemaakt. Oh. Dus dan kan je de puzzel oplossen. Maar als ik de verkeerde knop kies, wat gebeurt er dan? Dat merk je vanzelf. Laat ik dan nu mijn plaats gaan nemen in de onbreekbare box. Hallo, nieuwe huis voor de komende tijd. Ik presenteer jullie de onbreekbare box waar ik dus niet uit kan totdat ik de juiste knop gevonden heb die mij exit geeft. Rut, ik vertrouw je echt totaal niet op dit moment. Maar het lot ligt echt gewoon in jouw handen, want als je op de juiste knop drukt, dan is het spel over en mag je de box uit. Maar tot die tijd heb ik wat leuke verrassingen voor je. Mag ik ook niet even naar de wc tussendoor? Zie jij daar een wc binnen? Nee. Dan kan het niet. Nou, zal ik de allereerste knop dan maar gaan uitzoeken? Als je durft. Nee, ik durf niet. Ik ben echt zo zenuwachtig. Ja, misschien gewoon een favoriete kleur van mij. Jammer dat goud hier niet tussen zit. Ik begin met deze blauwe knop, denk ik. Ik ben er niet zeker van, maar daar gaan we. Confetti. Confetti? Ah, zoveel ook! Stop, stop! Nou, het is wel gelijk een feestje om hierin te zitten. Oh, dat blijft ook. Deze confetti kom ik de komende maanden nog tegen hier in huis. Daar gaan we, de volgende knop. Ik blijf het gewoon proberen. Het zou toch leuk zijn geweest als de eerste knop gelijk de exit was? Ik ga voor deze groene knop, denk ik. Deze knop is niet aangesloten op de uitgang. Deze knop is niet aangesloten op de uitgang. Oh, ik ga gewoon door. Ik ga voor, ja, wat zal ik doen? Deze roze knop. Augurken. Augurken? Nee, dat wil ik niet. Ik heb echt een hekel aan augurken. Niet eens. Ik vind het gewoon zo... wat voel ik? Oké, stop! Stop! Het stinkt hier ook gelijk. Waarom eten augurken? Ah, die was in mijn nek. Oké, nu is het klaar. Nu is het niet leuk meer. Oké, jongens, een primeur. Speciaal voor jullie ga ik augurken proeven met een stukje confetti eraan. Heerlijk. Ik snap echt niet dat mensen dit voor lol eten. Oh, het is ook zo zuur. Heb je echt geen hint voor mij, Rut? Nee, nou, dus, jawel, er zitten hints verstopt achter de knoppen. Nou, tot nu toe word ik alleen maar vies. Nou, daar gaan we. We gaan naar de volgende. Ik ga voor deze roze knop, denk ik. Net was roze volgens mij confetti, dus misschien dat er weer iets feestelijks komt. Maak 100 euro over naar Rutger. Woehoe! Nee! 100 euro! Ik laat jou dit nooit meer doen, dit! Oh, ja hoor. Jij geeft natuurlijk mijn telefoon. Ik had niet anders verwacht. 100 euro overgemaakt, Rut. Alsjeblieft. Dankjewel. Ik hoop ook dat je de 1000 euro zo meteen indrukt. Is die er ook? We gaan door met de volgende knop. Ik ga nu voor deze blauwe hier. Daar gaan we. Rode kool. Rode kool? Ik wil echt geen rode kool. Ook weer iets wat ik niet lust. Je hebt gewoon alleen maar dingen erachter gedaan die ik niet lust. Stop, stop, genoeg. Gaf.
Kloppen! Ugh. Oh, het stinkt ook echt heel erg hier. Nou, tot zover mijn witte shirt, jongens. Ik had eerlijk verwacht dat ik al lang uit deze box zou zijn. Het gaat niet zoals ik had verwacht. Oh, ik heb mijn Apple Watch ook nog om. Wat dom. Ik ga hem gelijk afdoen. Mag ik die aan jou geven, Rut? Ja, kom maar. Welke kleur trekt nu mijn aandacht? Ik ga er gewoon niet lang meer over nadenken. Daar gaan we. Glitters. Glitters? Oh nee. Oh nee. Nee, als ik iets niet uit mijn haren krijg, dan zijn het glitters, jongens. Ik wil dat niet. Ik breek even in deze video, want deze video wordt mede mogelijk gemaakt door Best Secret. En ik heb zojuist deze doos binnengekregen en die gaan we nu unboxen. Best Secret is een website waar je kleding kan shoppen en keuze hebt uit meer dan 3000 verschillende merken. Wat ik nou zo cool vind aan Best Secret is dat het een members-only website is. Je kan daar alleen een account aanmaken en winkelen als je een link krijgt van iemand die al een account daar heeft. En ik heb iets heel cools, want ik heb hier beneden in de beschrijving een link voor jullie. En via deze link mag ik jullie dus toegang geven. En mag ik ook nog eens 3 keer 50 euro shoptegoed weggeven. Hoppakee. Joggingbroek met gouden strepen aan de zijkant. En daarbij heb ik een bijpassend trainingsjack / trui. Wat verder nog in de doos zat is deze trui van Nike en dit shirt van Adidas. En om deze sportoutfit helemaal af te maken heb ik ook nog bijpassende schoenen. Niet heel onbelangrijk, ze zitten ook nog eens lekker. Zoals ik al zei, staat hier beneden in de beschrijving een link waarmee je de app van Best Secret kunt downloaden en een account kunt aanmaken. Als je jezelf vervolgens inschrijft voor de nieuwsbrief en vrienden aanbeveelt, dan verdien je punten. En dan krijg je dus een status. En hoe hoger je status, hoe meer voordelen voor jou. Ik mag nu 3 keer 50 euro shoptegoed weggeven om te shoppen op Best Secret. Dit is het enige wat je hiervoor moet doen. Registreer jezelf op Best Secret en stuur vervolgens een mailtje naar ambassador.nl@bestsecret.com met als onderwerpregel Best Secret winactie Thomas. Zet in het e-mailtje je voornaam en het e-mailadres waarmee je jezelf hebt geregistreerd op Best Secret. En als je dus kans hebt gemaakt op die 50 euro, dan krijg je heel snel een mailtje terug. Ah! Oh, het zit in mijn mond. Stop weg. Stop. Stop. Nee. Genoeg. Genoeg. Ik ben in ieder geval klaar voor de toppers nu. Het zit gewoon echt vast aan mijn handen, jongens. Dit is echt heel erg. We gaan naar de volgende. Ik ga voor deze groene. Cola met mentos. Cola met Oh, dat geeft natuurlijk zo'n effect. Dat het helemaal... Oh, bedankt. Mag ik het ook gewoon opeten en drinken? Tegelijkertijd. Ja, maar dat zorgt gewoon voor een ontploffing dit, toch? Oké, laten we het in het glas gaan doen. Cola. Ik kan best wel dorst, dus het komt goed uit. Ik heb dit ooit wel eens in filmpjes gezien, dat als je mentos bij cola gooit, dat dat één grote ontploffing geeft. Dus ik ben benieuwd of dat nu ook gaat gebeuren. Ik hoop het eerlijk gezegd niet. Daar gaan we. De mentos gaat bij de cola. Nou, wat een special effect, jongens. Moet het niet cola light zijn? Ja, volgens mij wel. Het is wel een soort van een beetje aan het schuimen. Maar niet zoals je in die filmpjes ziet. Heb ik even geluk. We gaan een knop hierboven een keer doen. Daar gaan we. Ei. Ei. Ik ga echt huilen, jongens. Ik vind dit echt niet leuk meer. Gaffen. Het kan trouwens zijn dat het ei extra stinkt. Dat klopt, want alles is namelijk over de datum. Ik word echt heel misselijk. Oké, ik wil hier zo snel mogelijk uit. We gaan gewoon een paar knoppen indrukken. Ik ga voor deze. Maak een koprol. Maak een koprol? Ja, echt niet in die puinhoop. Rut, dit is een grap, toch? Nee, het is echt een opdracht. Mag het ook een zijrol zijn? Ja. Yeah! Bel een onbekend nummer en bedankt voor de bloemen die je hebt gekregen. Wat? Ik heb vroeger de volgende knop ingedrukt. Bel een random nummer en bedank ze voor de bloemen die je hebt gestuurd. Rut, jij mag vanavond buiten slapen, dan weet je het vast. Oké, noem jij maar een nummer, dan bel ik het en dan zet ik hem op luidspreker. 06. Met Jopie. Hoi Jopie, spreek met Thomas. Met wie? Met Thomas. Ik wilde je eventjes bedanken voor de bloemen die je had gestuurd. Nou, ik ben wel helemaal verkeerd hoor. Oh echt? Maar ik had een prachtige blos bloemen van u gekregen. Nou, niet dat ik weet. Oh, Jopie is het toch? Ja, ja. Oh, nou, dat is gek. Dan heb ik denk ik het verkeerde nummer gebeld, maar als u het toch was, hartstikke bedankt. Oké. Okay. Ja, dag. Nou, beste dag. Het beste dag. Ach, Jopie. Dit was heel lief.
Dat was zo lief. Als ik haar was, had ik gewoon gezegd, ja, graag gedaan. Ik heb echt mijn best erop gedaan. Heel eerlijk was ze. Heel eerlijk. Nou, sorry Jopie, als je dit ziet, dat ik je heb lastiggevallen. En ik denk waarschijnlijk heel de dag, hoe ga ik hier uitkomen? Dus laat ik weer eentje gaan indrukken. Ik ga voor deze blauwe. Vis? Ruts, je gaat me niet vertellen dat je vis hier hebt. Ik hou echt niet van vis. Ik schrik me kapot, wat is dit? Oh, nee, dit is heel erg. Oh, het stinkt ook heel erg. Het was hier al één grote troep, maar er ligt nu ook nog eens een rotte vis hier naast me. En het stinkt zo erg, jongens. Oh, ik zie nu pas hoe erg ik eruit zie. Het is echt... Oh, het is echt heel erg. Gadverdamme. Oh, die lucht. Oké, we moeten echt opschieten. Ik moet uit deze box, want deze lucht hou ik niet lang vol. Dus we gaan voor deze knop. Ketchup. Ketchup, serieus. Ik wil geen ketchup. Ik ga gewoon door met de volgende knop. Oh, het komt al. Ik ga gewoon nog één indrukken. Ah! Nee! Eieren. Eieren! Nog meer eieren! Ik wil ook geen eieren! Ah! Waarom gooi je hem zo hard op? Je gooit keihard! Oké, ik ben deze. Spijkers. Spijkers! Doe normaal! Het wordt steeds erger. Dit doe je niet bij je vriend. Zulke dingen doe je niet in je relatie. Auw! Stop! Stop! Oké, schiet op. We gaan naar de volgende. Punaises! Nee, dit kun je echt niet doen. Sommige dingen kun je gewoon echt niet doen, Rut. Dit is echt... Dit doet pijn. Dit doet pijn als ik ga staan. Als ik eruit... Stop! Oké, nu moet ik de juiste knop vinden. Haarverven. Hoe wil je dat gaan doen? Hoe wil je... Ah, stop! Wat is dit? Wat was dat? Heeft mijn hoofd dit overleefd of niet? No! Oh, die lucht. Nu wil ik eruit. Ik ben er nu. Die lucht. Echt, als ik praat, dan komt het ook via mijn mond naar binnen. We gaan voor... De exitknop is niet oranje. De exitknop is niet oranje. Nou, dat is op zich handig. Dan vallen alle oranje knoppen af. Dus dan ga ik gewoon voor blauw. Exit. Je bent vrij. Wat? Oh. Het is de goeie! Woe, ik mag eruit! Hoe ga ik staan met al deze punaises hier? Ja, ik wil hier weg, ik mag er toch uit? Ja, zoek het lekker zelf uit. Ja! Wil je vis vanavond eten? Ja. Jongens, kijk even hoe vies ik ben. Dit is echt heel erg. Kijk, ja. En alles plakt ook echt. Je had alleen maar op die blauwe knop moeten drukken. Ja, wist ik dat het die blauwe knop was. Hoe zijn mijn haren eigenlijk? Ja, heel groen. Echt? Ja. Rut, ik wil je niet bedanken voor het meedoen aan deze video. En laten we even duidelijk zijn, als we de 20.000 duimpjes halen deze video... Waarom maak je me aan? Dan ga jij mee in de box. Gadver! Ja. Dag, dat doe ik echt niet. En dan gaan we kijken wie het snelst eruit komt. Nee, dat doe ik echt niet. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Ik denk dat ik heel gauw eventjes de douche in moet gaan. En dan zie ik jullie gewoon volgende week dinsdag weer met een splinternieuwe video. Wat ga je dan uploaden? Ja, dat ik samen met jou in de box ga. Nou, dat vooral niet. Daar kan je op rekenen, dat wordt het niet. Nee. Doei.